gaan me dood. Ik schaam me ook. Met ons op reis durven. Hoewel jullie nog niet weten waar jullie heen gaan, laten we jullie niet onvoorbereid vertrekken. Op deze paklijst vind je wat je allemaal mee moet nemen. Zorg ervoor dat je niks vergeet. Dan zorgen wij dat dit een onvergetelijke reis wordt. Regenkleding. Dus het wordt ergens koud. Yep. Bergschoenen. Ik heb sowieso een bergschoenen, maar of ik echt bergschoenen heb, ik denk dat Timberlands meetellen. Ik krijg gewoon met mijn Nike's. Slaapmatje. Ik weet niet wat een slaapmatje is, joh. Ja, ja, ik heb ook eigenlijk... Ik weet wel wat een slaapzak is. Wormen. Musicaliteit. Wacht, wormen. Er staan wel een aantal gekke dingen op deze lijst, vind ik. Ja, maar waar kunnen we dan naartoe gaan? Ik vind het zo spannend. Ik begin nu pas echt te voelen, hè. Nu wordt het werkelijkheid, hè. Nu wordt het spannend. Ja. Waar lopen we naartoe dan? Goedemorgen. Hebben jullie een beetje zin in? Ja. Hartstikke. Weet jullie al waar de reis heen gaat? Geen idee. Nee. Nou, is warm, is koud. Koud. Ja, koud. De reis gaat naar Schotland. Ik dacht Noorwegen, maar Schotland Ik dacht is ook Noorwegen. Daar zijn we nooit geweest. Jullie kunnen hier inchecken. De vlucht vertrekt over anderhalf uur. Ik wens jullie heel veel plezier en stuur ons nog een kaartje. Doei, dankjewel. Te wachten. En daarbij mag een beetje musicaliteit natuurlijk niet ontbreken. Wat gaan we doen, denk je? Musicaliteit. Musicaliteit. Ik hoop een doedelzak te spelen. Nee, dat hoop ik echt niet. Dat lijkt me niet zo hygiënisch. Iedereen gaat een witte mond aan. Maar ik hoop wel dat Jalil zo'n rok aan moet. Het schijnt dat je daaronder geen onderbroek mag dragen. Ik fris. Dat is wel grappig. We hebben een challenge. Het is meteen tijd om in actie te komen. Om te kijken of de lokale bevolking jullie een beetje goedgezind is, krijgen jullie een Wonder Local Challenge van iemand uit de crowd. Deze is bedacht door Welmoed Veenstra. Verzamel als straatmuzikant zoveel mogelijk geld. Nee. Dit kan natuurlijk niet zonder Schotse twist. Jullie krijgen een kilt aan en een doedelzak. Geen zorgen, jullie krijgen wel een spoedcursus doedelzak spelen. Nee, God! Doedelzak vind je niet zo erg, maar een kilt. Nee! Ah. Oké, we gaan het gewoon doen. We gaan geld verdienen vandaag. We're here for a challenge that we got. We have to dress up in a kilt and a doodle sock. Bagpipe. Yeah. Ah, so you're gonna get some bagpipe lessons. Yeah. I think so, yeah. You want to pop into one of the fitting rooms and just put the shirt on just for starter. I'll let you pop back into the fitting room. Okay. Take your trousers off. Okay. And your shoes off and pop some socks on. Sorry, mensen. Dit is even privé.
is daarom ik met je ben getrouwd. Ze zijn rug naar achter, borst naar voren. Zo. Nou, sexy hoor. En billen naar achter. Gewoon voetbal sokken. Voor de rest, niks joh. Nee, ik heb nog een boxer aan. Stiekem, je weet toch? Ik hoop echt dat het gaat waaien. En dat die rok gewoon omhoog vliegt. En dat je een Marilyn Monroe moment krijgt. Thank you. Thank you. Bye bye. Nou, we zien de mooiste schot uit. Toch? Ja, naar de doedelzakken nu. Naar de doedelzakken. Hi. Hi there. How are you doing? I'm Neil. Nice to meet you. Hi. Hi there. I'm Neil. Nice to meet you. We're here to learn how to play the bagpipe. Sure. When you come to the right place, I can give you a few tips and tricks and how to get started. So all right, let's give it a go. First thing you do is you fill the bag with air. So you take enough breath, and big breath. It should be two or three breaths and it should be full. Okay. Whoa, that was so cool. To be honest, I thought it sound ugly. But that was quite good. So who wants to go first? I want to go first. It's so big. In this part you have to bite with your teeth. Is it clean? Yeah, it's all clean. It's all brand new. Okay. Like you're blowing up a balloon. That's very... We're almost there. Oh, I'm dizzy. Ik kan mezelf niet serieus nemen. Okay, so it's like this? Yeah, exactly. Like this? So there it goes. Definitely had some lessons, he hasn't told you. Yeah! Ik kan niet eens een geluid eruit krijgen. Jij speelt gewoon al deuntjes. Ik weet niet hoe je dit doet. Laten we geld gaan verdienen. Dit gaat echt niks worden, dit gaat echt fout. Weet ik nu al. Ik schaam me dood. Ik schaam me echt dood met dit ding. Dit is wel echt druk gewoon. Hoeveel pond zullen we verdienen, denk je? Ik stop bij 2 pond. Ik denk dat mensen ons gaan betalen om te stoppen. Ja, dat denk ik ook. Kom, we gaan beginnen. Gaan we dan, man. Pak je petje af, ja? Ik schaam me dood. Ik schaam me ook. Hé, dankjewel hè, Welmoed Veenstra. Welmoed Veenstra. Je wordt betaald. Dankjewel. Begin jij, dan doe ik alsof ik ook speel. Dat klinkt niet gezond. I mean, you look splendid, but you sound rotten. Hij heeft zijn vingers in zijn oren. En nog wat cent. Ik kwam kwart gejank uit. Yes, het klonk niet helemaal best. Ik heb niet eens gespeeld, maar alleen maar gefaked. Nou, ik denk dat we dit maar uit moeten trekken nu. Het is genoeg geweest dan. Ja, ik denk het ook. Genoeg gekkigheid voor vandaag in Edinburgh. Ja, voor mij ook. Onze laatste opdracht van vandaag is... Ruba, wij zijn natuurlijk niet vergeten dat je jarig bent. Daarom gaan jullie heerlijk met z'n tweeën romantisch dineren. Ah, dat is lief. Bij de Inn on the Mall. Yes. Dankjewel. Dit is zo bizar mooi. Zo bizar mooi.
Vond je dit ook zo'n leuke aflevering? Vergeet dan niet om te liken, delen en abonneren. De volgende keer gaan we weer iets leuks doen, maar wat, dat weten we nog niet. Dus kijk vooral. Kijk vooral, ja. Doei!